Welkom bij het derde deel van Indexcijfers en in dit filmpje gaan we het hebben over het verleggen van het basisjaar. En het verleggen van het basisjaar betekent eigenlijk, we kiezen een nieuw basisjaar en gaan dan de andere indexcijfers daaraan aanpassen. Dus die gaan veranderen. Nou, in deel 1 en deel 2 heb je al kunnen zien, hoe bereken ik een indexcijfer? Welke formule hoort daarbij? Wat is het verschil tussen indexcijfers en procentuele verandering? Dan heb je dus ook geleerd dat indexcijfers geen procenten zijn, maar ze hebben er wel mee te maken. En nou, daarin hebben we deze prijsindexcijfers al berekend. Dus hier hebben we dit voorbeeld, een bepaald product. En de prijs van dat product stijgt naarmate de tijd verstrijkt. Dus in 2013 is de prijs van dit product 36, in 2014 37,44 euro. Nou, dit zijn de bijbehorende indexcijfers. En omdat het over prijzen gaat, hebben wij het over prijsindexcijfers. Nou, laten we het gaan hebben over het verleggen van het basisjaar. Wat heb ik hier gedaan alvast? Ik heb nu gezegd in 2013, dat is mijn nieuwe basisjaar. Dus daar zet ik hier het indexcijfer 100 neer, want het is mijn verlegde basisjaar zoals het heet. Ik wil nu alle andere jaren vergelijken met 2013 en dus niet meer met 2012 zoals bij deze indexcijfers gebeurt. Nou, dat berekenen van indexcijfers, dat kan op meerdere manieren. Allereerst kunnen wij de prijzen gaan gebruiken. Gewoon op de manier zoals we het eerder ook gedaan hebben. Oh, geen rode streep. Nou, laten we de rekenmachine er even bij pakken. Die hebben we hier. En dan gebruiken we gewoon weer deze formule. De waarde in 2010, als wij het nieuwe indexcijfer willen berekenen voor 2010. Met als basisjaar nu 2013. Die is 30, de prijs, de waarde. 30. Die gaan we delen door de basiswaarde. Die is nu niet hier in 2012 35, maar die is nu 36, want dit is mijn nieuwe basisjaar. Dus 30 gedeeld door 36 keer 100. En dan kom je uit op 83,3. Ik moet ook even noteren. 83,3. Nou, laten we dat ook even doen voor 2011 en de overige jaren. Voor 2011, daarin is de waarde 32. De basiswaarde is 36 van 2013 keer 100, kom je uit op 88,9 op 1 decimaal afgerond. 88,9. Komen bij het volgende jaar, 2012, de waarde daarin is 35, de basiswaarde is nu 36, dus 35 gedeeld door 36 keer 100 en dan kom je uit op 97,2. Nou, deze 100, die wisten we al. Dat is namelijk het nieuwe basisjaar. Kunnen we natuurlijk berekenen door te zeggen, nou, wat is de waarde in 2013? Die is 102,9. De basiswaarde is ook 102,9. Als je die twee door elkaar deelt, krijg je 1 keer 100 is 100. En dan pak ik ook nog het laatste jaar er even bij. Daarin is de waarde 37,44. En die gaan wij delen door het basisjaar. Daarin is de waarde 36. Meteen keer 100 moeten doen natuurlijk. En dan kom je uit op 104. 104. Nou, nu hebben wij dus de prijzen gebruikt om de indexcijfers te gaan berekenen. Wat kunnen we ook doen, en dat is soms wel eens nodig, wij kunnen ook de indexcijfers gebruiken om de nieuwe indexcijfers te gaan berekenen. Nou, en vaak krijg jij opgaven waarin jij dus niet de prijzen hebt, maar alleen de indexcijfers. En dat ze dan zeggen van nou, stel dat het basisjaar niet 2012 maar 2013 is, bereken dan de nieuwe indexcijfers. Nou, laten we dat even gaan doen. Dus we doen nu net of we die prijzen niet hebben en we hebben alleen de indexcijfers. Pakken we weer de rekenmachine erbij. Allereerst willen we de waarde weten. Stel dat we het indexcijfer of het nieuwe indexcijfer met een ander basisjaar voor 2010 willen we berekenen. Dan kijken we eerst naar wat is nu de waarde. Nou, de enige waarde die wij hebben is nu, zonder die prijzen dan, het indexcijfer. Dus dat nemen wij als waarde. 85,7. Die gaan wij delen door het basisjaar, dus de waarde in het basisjaar, de basiswaarde. En die is niet 100, dat is het nieuwe indexcijfer voor het verlegde basisjaar. Maar je neemt deze 102,9. Want dat was het indexcijfer wat er oorspronkelijk bij 2013 stond. Nou, dat is je nieuwe basisjaar, dus die 102,9 is dan ook je nieuwe basiswaarde. Dus delen door 102,9 keer 100 en dan zie je, we komen uit op 83,3 afgerond. Nou, de oplettende kijker zal nu misschien zien, hey, dit is 83,28, terwijl we net, terwijl we de prijs hebben gebruikt, op 83,33 uitkwamen. Dat is niet precies hetzelfde. Nee, dat klopt, dat is inderdaad niet zo. En waarom? Nou, dat komt omdat deze oorspronkelijke indexcijfers, die zijn al een keer afgerond. En dan krijg je kleine afrondingsverschillen en daar zit dat verschil in. Maar op 1 decimaal afgerond kun je nog steeds zien, we komen op 83,3. Nou, laten we dat voor 2011 ook nog even doen. Daarin is de waarde in indexcijfers 91,4. Die gaan wij delen door de basiswaarde. Dat is het nieuwe baasjaar, 102,9. Even deleten. 102,9. Ook weer vermenigvuldigd met 100. En we komen op 88,8 uit. Zoals we hier ook zien, wou ik zeggen. Maar hier hebben we 88,9. En het verschil komt nogmaals door afrondingsverschillen. Omdat deze indexcijfers eerder al afgerond hebben. Maar hebben we alleen deze indexcijfers, dan zullen we het hiermee moeten doen. Nou, je ziet nu dat de indexcijfers dus veranderd zijn. We kiezen een nieuw basisjaar. En dan krijg je hier in plaats van 85,7, 83,3. In plaats van 91,4 krijg je 88,9, etc. Dus alle indexcijfers zijn nu dus aangepast aan het nieuwe basisjaar. En wij vergelijken nu dus dat door het verleggen van het basisjaar niet meer met 2012, maar met 2013. In een volgend filmpje zullen we indexcijfers ook weer gaan gebruiken en dan gaan we het hebben over het consumentenprijsindexcijfer. Dus dan kun je alle kennis die je nu hebt opgedaan in deel 1 tot en met 3 over indexcijfers, die kun je ook weer gaan gebruiken bij het leren over het consumentenprijsindexcijfer. Maar dat volgt in het volgende filmpje.